Een Jaguar XJ6 3.2 Executive uit 1996. En het voordeel van een auto uit 1996 in het algemeen is dat die onder de youngtimer-regeling valt. Dat betekent dat deze auto heel gunstig in de bijtelling is. U betaalt slechts 30% van de economische dagwaarde. Dat betekent in dit geval voor deze auto dat u slechts 1000 euro bruto per jaar aan bijtelling betaalt. Ja, in de klassieke kleurcombinatie British Racing Green met biscuit leder. Prima onderhouden. Onderhoudsboekjes zijn erbij. Ja, en de huidige eigenaar is er zuinig op geweest. Dat kun je zien. Dat kun je zien aan het stuurwiel. Het leer. Wat niet stuk is. Er is niet in gerookt. Hij is prettig om naar te kijken. In die tijd waren er wel een aantal opties. Maar dit is een redelijk standaard uitvoering. In zoverre standaard dat voor Jaguar dan wel geldt. Elektrische ramen, centrale vergrendeling, een alarminstallatie, elektrisch hoogteverstelbare stoel, hout, radio, cassette, combinatie. En ook achterin, u ziet het, een chique uitvoering. Toch leuk hoor, zakelijk rijden. Voor 4000 euro staat hier gewoon een goede Jaguar XSS. U ziet hem hier uitgevoerd met een trekhaak die gelukkig afneembaar is. Want erg chic is het niet zo. Maar je kunt er prachtig afhalen waardoor je er helemaal geen erg in heeft. Mooie lichtmetalen wielen. Geen schades. Op eentje na. Achter bij de kofferdeksel. Ik zal hem toch nog heel even laten zien. Een schade die kost om te maken 500 euro extra btw. Maar dat hebben wij niet gedaan. Voor deze prijs krijgt u de deuk erbij. Wilt u even kijken of rijden? Bel dan even Sterk in Auto's.